Kijk naar de FIFA 20 Feyenoord Career Mode. Mijn naam is Dwayne Star en dit is aflevering nummer 9. Voordat we gaan beginnen aan deze aflevering, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. Oké, we gaan meteen door naar de persconferentie. Even kijken of ik wat zie waarop ik kan reageren. Velen van jullie zeggen dat ik low-stick moet trainen, maar dat ga ik sowieso doen. Sowieso. En voor de rest zie ik eigenlijk niks waarop ik kan reageren, want die vragen die jullie stellen, ja, in ieder geval, ja, ik heb al daarop gereageerd. Xavi Holt, zou dit Feyenoord de Europa League kunnen winnen? In de vorige aflevering zei ik dus, volgens mij, wat zei ik, kwartfinale? Zo is het toch? Dus ja, ik denk eerlijk gezegd kwartfinale en dan is het, ja, met dit elftal is dat echt wel een mooie prestatie, maar even kijken, nee, ik zie voor de rest echt niks waarop ik kan reageren. Oké, het schema voor deze aflevering. We zitten in de maand januari, maar er zijn geen wedstrijden. En we gaan dus meteen kijken naar de maand februari. Wat? We hebben maar liefst 7 wedstrijden? 8? 7. Ja man, 7. In ieder geval, sorry man. FC Emmen, Ajax sowieso, AZ sowieso. Ja, we gaan deze aflevering, tenminste deze maand, gaan we door midden doen, man. We gaan het door, weet toch, door de helft, man. Anders, nee, man. 7 wedstrijden is te veel. Dus, FC Emmen ga ik simuleren. Ajax gaan we spelen. Kwartfinale van de Oranje Beker, sowieso. AZ gaan we spelen. Dan kunnen we nog 1 wedstrijd spelen. En dan pakken wij, ja, maar als wij de wedstrijd tegen Kopenhagen pakken, dan hebben we nog maar, even kijken. Ja, ja, jawel. Kan wel, kan wel, kan wel. Oké. Okay. Ajax. Alhoewel. Jawel, man. Wacht. Jawel, kan wel. Oké. Okay. Ja, sorry, man. Ajax. AZ. Weet je wat ik zit te denken? Omdat ik dan de volgende aflevering Kopenhagen ga pakken. PSV en Ajax. Dat is mijn, dat is waar ik aan zat te denken. Dus in deze aflevering, hey, sorry, man. Ik spuug. In ieder geval, focus. In deze aflevering Ajax, AZ en Kopenhagen. Het is tijd. Ik zag trouwens zelf iemand zeggen, onder aan de reacties van de vorige aflevering, Lozek is een miskoop. Oké, even kijken. Hebben wij nog wat geld? Oké, we gaan trainen. Zoals ik al zei, ik ben hem aan het trainen. Rustig aan. En hij gaat meteen goed omhoog. Afmaken nu een E. Nee, 70. Ja, maar 70. Dus, 70 plus. Dat is goed om te weten. We hebben Sinisterra. En ik zit eraan te denken. Luister. Ik zit eraan te denken om Boeijes terug te halen. Stel je voor, Boeijes terug. Ik heb er echt gezegd voor Boeijes, dus dat is alleen maar goed. Ik weet, ja, misschien zelfs Sinisterra en Boeijes. Dat zou ook nog wel eens kunnen. Hè? Maar we hebben geen geld. Maar waar heb ik het over? We gaan deze transferperiode gewoon afsluiten. In deze aflevering trouwens is er nog geen nieuwe jeugdspeler bijgekomen. De volgende aflevering komt er weer eentje bij. Plus het feit is, we moeten ook ervoor zorgen dat ze speelminuten gaan krijgen. En als je ziet, we hebben dus nu 2, toch? Volgens mij hebben we er 2. We hebben er 2, toch? Hendricks en Milambo en Burger. Maar Burger is geen jeugdspeler. Hij speelt dan maar. Milambo en Hendricks zijn 2 jeugdspelers. Dus we moeten er wel voor zorgen dat het een beetje in balans blijft. Dus we brengen de jeugdspelers gewoon rustig aan. Tranquila. Zoals ik al zei, we gaan afsluiten. Laporte voor bijna 122 miljoen naar Real Madrid. Even snel kijken. Van der Beek naar Chelsea. En Alexander-Arnold naar Juventus. Oké, er zijn nog 2 uurtjes te gaan en West Ham United heeft besloten om te reageren of in ieder geval te bieden op Sinisterra. De logica is gewoon echt ver, FIFA. Anyway, het laatste uurtje is hier. We gaan even snel kijken naar de ploegen in de Eredivisie. Oké, we beginnen meteen hier. Ihattare is vertrokken. 19,7 mil. Dat is een lastige situatie nu voor PSV. Dat is een van hun grootste talenten. Waarschijnlijk hun grootste talent. Even kijken. RKC heeft Vriends. Haan is vertrokken. Oké. Sparta. Oké, Vriends verloren. VVV. Rosseler verloren. Jou gehaald. Sorry man voor die namen. Vergeef me. Oh, Vitesse heeft Haan gehaald. Oké. Wacht even. Willem 2. Lanaro gehaald. ADO Den Haag heeft Van Buren laten gaan. AZ heeft Blanco gekocht voor 12,1. Dus dat is
sowieso een goede speler. Sowieso, 12-1, dan ben je sowieso een goede speler. Even kijken, Ajax, Tagliafico en Van de Beek vertrokken. Kijk het bedrag, 146,6. 146,6, bro. FC Emma heeft niks gedaan. Groningen heeft niks gedaan. FC Twente heeft jaren gehaald. FC Utrecht heeft niks gedaan. Fortuna Sittard heeft niks gedaan. Heracles heeft Prupper verkocht en Zalossi gehaald. Ja, man. Pek Zwolle heeft Rooseler gehaald en Ishak, zoiets. Man. Ja, man. Die namen, man. En dat was het. En dit is ook meteen het einde van deze transferperiode. We gaan naar de eerste wedstrijd. Oké, de eerste wedstrijd van deze aflevering is tegen FC Emma. We gaan even snel kijken. Ja, we kunnen met het eerste elftal tegen Ajax. Dat wordt gewoon echt de klassieker, man. Gewoon de kwartfinale van de Oranje Beker. Gruwelijk. FC Emmen, op welke plek staat FC Emmen? FC Emmen staat op plek nummer 16 met 13 punten. Toch wel 13 punten, dat is niet niks. Eerste elftal, dit is het eerste elftal. Let's go. Geen blessures, alsjeblieft niet. We spelen thuis, dit moet nemen, man. Nee. Precies, zoals ik al zei. Sinisterra 2, Losek 1 en Ver ook 1. Ja, lekker. En kijk eens aan, ik zat er al op te wachten. Hè. Bongonda begint nu al met klagen. Ja, Bogonda, ik zeg je eerlijk man, je moet dit niet, trouwens, wat zei ik, Boetjes komt eraan, waarschijnlijk. Dus Bogonda, als je zo doorgaat, dan kom je niet eens meer aan spelen toe man. Gewoon, dit kan niet man, zo snel al, je eisen zijn ongepast. Ik weet, ik heb hem een rol beloofd, maar er is gewoon concurrentie en die strijd moet hij aangaan. En Sinisterra heeft laten zien dat hij op dit moment gewoon de betere linksbuiten is, gewoon heel eerlijk. Maar trouwens, volgens mij is Bogonda een rechtsbuiten, hè? Ik weet niet eens meer man. Volgens mij kan hij op allebei de plekken wachten. Nee, hij is er linksbuiten. Zie je? Oh, en hij kan rechtsbuiten. Laat maar. Maar om eerlijk te zijn, Bogonda is voor de rechtsbuitenpositie. En Berghuis speelt op die positie. Dus hij is gewoon tweede keus. Dat gaat gewoon niet veranderen. Berghuis is gewoon de aanvoerder. Bro! Oké, weet je wat we gaan doen? Ik ga een keertje zelf reageren op die vraag. In plaats van, weet je toch, de hele tijd die antwoorden die je standaard te zien krijgt. Oké, denk je dat Ajax een kans heeft om naar de volgende ronde van de Oranje Beker te gaan? Tuurlijk hebben ze een kans. Het gaat sowieso moeilijk worden. Dat is wel gewoon een goed antwoord, man. Maar hebben ze een kans? Kom op nou, man. Geen logica. Ajax staat op 1. Jullie hebben de vorige wedstrijd afgetekend gewonnen. Gefeliciteerd. Denk je dat jullie rivaal Ajax zich zorgen zou maken? Nee. Nee, sowieso niet. En het is ook niet relevant. We moeten alleen letten op onze eigen spel. Nee. Even kijken. Je team heeft de laatste tijd nogal wisselvallige resultaten geboekt. Hoe heb jij als manager gereageerd? Ja, wat zal ik zeggen? Je zult wel zien waar we toe in staat zijn. Dat geloof ik wel echt heilig in, man. We zijn Feyenoord, we gaan terug, hè. Terug aan top. Terug naar de top, sorry, man. Hé, wel, wow, wat is dit? Berghuis. Speler van de maand januari. Berghuis heeft hem gewonnen. Hij ging de strijd aan met... dit is mooi om te zien. Maar met wie ging hij de strijd aan? Promes, Sinisterra en Kuksu. 3 Feyenoorders. Maar we staan niet eens bovenaan in de Eredivisie. Oké, het is tijd. De klassieker tegen Ajax. Dit is de klassieker. De originele. De enige echte. Tegen Ajax. En die nieuwe tenuutjes van Ajax, tuurlijk, aanwezig. En ze zien er... maar ik kan niks zeggen, man. Want ik ga natuurlijk een video uploaden. Waarin ik ga praten over de nieuwe tenuutjes. Eindtenuutjes van de teams in de Eredivisie. Dus... ik zeg niks meer, maar ze zien er goed uit. Overweeg te stoppen. El Amadi! Bro, nog 1 jaartje. Kom op. 35 jaar. Ik weet, zijn statistieken gaan wel echt... je weet toch, maar nog 1 jaartje. Kom op, man. Dit zijn de 11. Ik praat te veel, man. Dit zijn de 11, man. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Dembele op de bank. Ik hoop echt dat hij wat minuten kan maken, man. Maar Sinisterra die staat gewoon natuurlijk. Bongonda op de bank nog veel, maar hij moet niet klagen, man. Promes. Ziek. Raar om te zien nu, man. Is raar, man. De man van Chelsea nu. Even kijken. Dit zijn de 11 voor Ajax. En even kijken op de bank. Babel op de bank. Marega. Ja, Marega doet het goed. Ze spelen volgens mij... Wacht. Piri. Daar moeten we gebruik van maken. Piri is geen linksback. En hij is niet snel. Oké. Berghuis, dit is je kans. We gaan beginnen. De klassieker is begonnen. We gaan meteen proberen om meteen eerste aanval meteen een doelpunt te maken. Weet je toch? Kuksu gaan we niet doen. Wacht even. Hey. El Amadi. Steven Berghuis.
Lasek. Lasek! Eigen doelpunt! Wat doet dat? Wat doet dat? Wat doet dat? Wat doet dat? Droomstart! Droomstart! Diep in. Droomstart. Oké, maar ik hoop dat we wel de wedstrijd winnen. Maar misschien moet je dit niet doen. Wat een begin. Maar het is waarschijnlijk een eigen doelpunt. Ik hoop het niet voor... Kijk, die arm van Lozek. Lozek, sorry. Gewoon achter. Maar maakt niet uit. We staan wel voor. Nee. Moet het doelpunt zijn voor hem, man. Moet voor hem zijn. Moet voor hem zijn. We staan voor. Het is een eigen doelpunt. Fifi. Dit is niet FIFA 20. Dit is Fifi 20. Want jullie belazen gewoon de boel, man. Dat was gewoon het doelpunt van Lozek. Maar... Gaan we echt klagen? Serieus? En we hebben een overname. Malasia! Ja, oké. Okay. Niet meteen. Niet... Oh mijn god! Wie is dit? Nee. Ze gaan... Geen penalty. Geen penalty. Oh, wat een... Hey, ik weet niet eens wie het was met die sliding. Los, ik moet gaan. Maar we wachten. Better. Maar... El Amadi is zo langzaam. Hij heeft de bal nog. Nee! El Amadi. Rustig aan. We gaan de bal niet verliezen. Ik wou hem geven op... ja, laat maar. Ik zag het al aankomen trouwens, hè. Want... Mijn pa... Wacht even. Vervuld, man. Losek! Nee! Nee! Ik weet niet of ik lach of wel. Nee. Woe, ik moet kijken naar het doelpunt. Dit is het mooiste doelpunt. Sowieso van een speler die ik heb gekocht in een Kremont. Oh mijn god. Heeft hij nou... luister. Wie zei dat hij miskoop was? Wie zei het? Ik zie jou, hè. Ik zie het. Dit is misschien wel... Hey, het begin van iets moois voor hem. Man. Oh mijn god, wat een doelpunt. Ongelooflijk. Lozek met een werelddoelpunt. Een werelddoelpunt. We staan voor met 2-0 tegen Ajax, hè. Tegen Ajax. De wedstrijd is nog jong, hè. Dus we moeten niet te hard van stapel lopen. Maar we staan voor. Trouwens, ik wou wat zeggen. Die greenscreen, hè. Soms doet hij het niet, bro. Soms vanwege het licht in mijn kamer. Maar ja, weet je, ik ben ermee bezig, man. Je kan natuurlijk altijd, hè. Wacht even. Wow. Wacht even, ik moet even opletten, man. Je kan natuurlijk altijd doneren als je wilt. Link onderaan, maar... Oh, wacht. Ik zie... Ik wou hem geven op Kukzu! Ik ben toch niet achterlijk! Maar, ja, zoals ik al zei, ik ben bezig daarmee. Dus het kan zijn dat deze aflevering zonder greenscreen is. Ik hoop het niet. Naar wie... Ik wou hem geven van El Amadi. Hé, wacht even. Wat is er aan de hand met die passes? Want dat is helemaal niet de bedoeling geweest. Dit is Promes. Oké, blijf maar lopen, want hij is snel. Blijf maar lopen. Ver is te langzaam. Oh mijn god. Oké, verdedigen ver. Niks aan de... Van Drongelen! Dat is slecht gedaan van Drongelen. Dat moet hij beter doen. Want nu... Oh, ik voel een woede, man. Ik voel een woede. Deze had niet gehoeven, namelijk. Ach, man. En hier, even kijken, gaat hij er langs. Hij heeft hem met geluk, gaat hij verder. En dat schot, niemand ervoor. Oké. Het staat nog wel 2-1. Maar, oké, focus. Want ik voel een kleine woede aankomen, man. Promes. Goh, kijk die paas, tussendoor. Ah, zie je. Die slijder kan veel te laat. Daar gaat de kaart. Sowieso. Minimaal geel. Ik hoop geen rood. Nee, man. Geel. Woehoehoe. Ik was even bang. Oké, we hebben de corner. De vorige corner was een doelpunt. Wacht even. Ja, hij doet het. Nee, hij komt ervoor. Hij kwam ervoor. Hey, we moeten... Ik wil nog 3 doelpunten maken. Dit ziet er niet goed uit voor Feyenoord. En we staan voor, hè. De feiten van de eerste helft. 51% balbezit. 3 keer geschoten. 2 keer op doel. 2 doelpunten. Dus dat is echt heel goed. Maar Ajax was wel sterker. Na het tweede doelpunt van ons waren ze gewoon beter. Ik moet trouwens bijna vergeten. El Amadi moet er... Sorry, hij moet eraf gaan. Plus hij heeft geel, maar... Wie? Ja, man. Of Teixeira. Teixeira. Let's go, Teixeira. Dit is jouw kans, man. El Amadi
Ik bedoel van, hij heeft het niet heel slecht gedaan, maar hij was... Hij had niet de vorm. Hij had niet de vorm. Oh, overname. Lozek. Buitenspel. Oh, ik dacht al! Net te laat. Gepast. Daar gaat Berghuis. Steven. Oké, klaar. Lozek met zijn tweede van de middag. Berghuis. Ja. Hey, woe! Ik ben er voelt een soort druk van mijn schouder af, man. Echt mooi gedaan van Berghuis. Tik, stoppen, pasen, bam. Geen buitenspel. Lozek, goed opgelet. Zijn positiespel is goed. Want ja, dat had net zo goed gewoon buitenspel kunnen staan, man. We staan voor met 3-1. We staan voor met 3-1. Trouwens, mensen, voor deze aflevering, probeer creatief te zijn met de vragen voor de pers. Want dan kan ik, ja, want ik had gewoon echt geen echte vraag bij het spel trouwens voor deze aflevering. Dat vind ik, ik vind dat jammer, want ik wil altijd reageren, weet je. Ik wil altijd met jullie in het gesprek gaan. Wie willen wij zien? Narsingh verdient het sowieso, man. Dembele, oké, Berghuis, je hebt het goed gedaan. Maar ik wil Dembele, hij moet gewoon zijn minuten ook maken, man. Dus ik ga het gewoon doen, man. 3-4, ik denk wel dat het veilig is. Aanvoeter gaat eraf, ik weet het. Lastig voor de verdedigers. Onze aanwinst is gewoon meteen lastig tegen Ajax. Ik ben zo blij met die aankopen, man. Echt. Volley. Volley van Texera. Oh, ho, 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 ho. Narsingh. Oh, Veldman. Van alles. Foutje. Dit gaat hem worden trouwens, hè. Kijk maar. Narsingh. En wie is het? Dembele. Doet hij het? Bij het speel? Nee, geen beter spel. Hij scoort. Dembele scoort. Och, dit is een mooi begin van de aflevering. Ik wou zeggen een mooie aflevering, maar we hebben nog 2 wedstrijden hierna. Maar dit is een mooi begin, man. Dit is een mooi begin. Alleen voor deze wedstrijd, duimpje omhoog, man. Als je het hoort, als je me hoort nu, duimpje omhoog, man. Want dit, 4-1 tegen Ajax. Dembele scoort zijn eerste doelpunt voor Feyenoord tegen Ajax, hè. Geschiedenisboeken weer, man. Narsingh. Karamoko! Karamoko! Dembele! Oh nee! Ik dacht dat het Narsingh was trouwens, maar maakt niet eens uit. Hij is links. Ik had naar binnen kunnen kappen met... Kon ik naar binnen kappen? Nee, nee, nee. Ja, misschien kon ik hem ietsjes beter voor zijn linkerbeen zetten, maar... 67 algemeen pas, hè. Dus laten we rustig doen met hem. En de wedstrijd is trouwens voorbij. We winnen met 4-1 van Ajax. Maar Lozek met 2 doelpunten. Dembele met een doelpunt. Wat een heerlijk begin van deze aflevering. De man van de wedstrijd, Lozek. Lekker gedaan. Dit zijn de feiten. Ajax was gewoon zichzelf niet, man. 4 keer maar geschoten. Wij 8 keer geschoten. 55% balbezit. Heel duidelijk was deze wedstrijd, man. De volgende wedstrijd van deze aflevering is meteen weer een knaller. We hadden eerst dus de wedstrijd tegen Ajax. De klassieker. En nu hebben we gewoon de knaller tegen AZ. AZ staat op plek 4. Wij staan op 3. We hebben ze ingehaald. We hebben ze ingehaald. Het gat naar PSV is... Oeh, damn. 6 punten. Maar we hebben gewoon AZ ingehaald. Oké, AZ dus op 4 met 49 punten. Dit is een hele belangrijke, jongens. Een hele belangrijke. De topscorer bij AZ Alkmaar. Even kijken. Idrissi op plek 8 met 9 doelpunten. Netjes. En de man van de assist is Klaasje. Hij staat op plek 2. Want Kuksu staat op plek 1. Even kijken. Klaasje heeft er 10. Kuksu heeft er 11. Deze wedstrijd is... Ik weet niet, man. Dit kan er eentje worden, man. Dit kan er een worden. Dit is echt de knaller, man. Oké, we gaan het weer proberen. We gaan weer proberen te reageren op de vragen. Ik ga het proberen. Er zullen waarschijnlijk dezelfde soort vragen zijn. Het is wat het is. Narsingh is de laatste tijd goed in vorm. Ik zei het toch? Krijgen we hem vandaag te zien? Weet je wat het is? Narsingh die verdient het gewoon. Dus als wij de kans krijgen om hem... te laten invallen, gaan we dat doen. Maar het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe de conditie is van de spelers. Die starten dus. De volgende, een echte titanenstrijd vandaag. Met de wedstrijd tegen AZ. Wie wordt de eerste? Wie wordt eerste, sorry. Dit is... We gaan winnen. Wat wil je dat ik zeg? Wat wil je dat ik zeg? Volgende vraag. Is er een kans dat AZ zal winnen? Oh mijn god. We gaan gewoon. We gaan beginnen. Dit kan niet, man. De volgende wedstrijd van deze aflevering is tegen AZ. We zijn op bezoek. In Alkmaar. En deze wedstrijd is net zo belangrijk. Want ze staan op plek 4. Wij staan op plek 3.
Het gat is 2 punten of zo. Dus we moeten deze wedstrijd sowieso winnen. Want we willen natuurlijk volgend seizoen Champions League spelen. Houd hem in de gaten. Losek. Tuurlijk. 4 doelpunten in de laatste 3 wedstrijden. Hij is pas bij het team, man. Ongelooflijk. Dit zijn de 11 voor AZ. Even kijken. Koopmeijers natuurlijk. Idrissi. Waar is Baldu? Stinks. Waarom spelen ze niet? Na deze wedstrijd ga ik even kijken waar ze zijn. Want dit kan echt niet, man. Koopmeijers dus. Heeft er echt gezicht. Wijndal heeft er echt gezicht. Van Beek van ons natuurlijk overgenomen. Dit zijn de 11 voor Feyenoord. Geen veranderingen hier. Dus, we gaan beginnen. Malasia op Sini. Snelheid maken. Bal kwijt. Sinisterra mist de bal. Sinisterra heeft een slecht begin. En dat is meestal een slecht teken ook, hè. Dit kan een lastige wedstrijd worden. Ik zeg het jullie nu al van tevoren, hè. Daar is Kuksu. Oh, is dat de boer? De boer, waar is Bissot? Wat is er met AZ? Dat elftal. Maar dit had een doelpunt moeten zijn. Die redding is gewoon fenomenaal, man. Het is niet eens Bissot. Oké, jongens, volgende aanval. Sinisterra. Berghuis met zijn... De boer! We hebben het over de boer. Dit is niet Bissot. Oké, ik weet. Berghuis met... Was het Berghuis? Ik weet het niet eens meer. Maar kom op nou, man. Dat was eigenlijk een handbal. Het gaat van alles fout, man. En ze blijven druk zetten op onze verdediging, man. De Wit! Richting recht op Bijlo. Sorry, man. Ik ben even aan het nadenken. Wat kunnen we doen, man? Dit ziet er niet goed uit. Kuksu. Weet je wat, Kuksu? Het is tijd voor jou, man. Losek! En weer de... Verdrongelen. Yo! Yo! En hij is geblesseerd! Hey, dit is die wedstrijd, man. Dit is die wedstrijd. Ik kan het gewoon echt voorspellen, man. Gewoon, eerst helft voorbij. Losek is waarschijnlijk geblesseerd. Ik hoop het niet! Dat is echt... Hey, dit kunnen we niet hebben, man. Maar misschien kan hij door. We gaan meteen door. Ze verdedigen heel strak. Maar... Losek, hij mist die bal! Och. Wel een mooie aanval. Weet je wat we gaan doen? Hij is nog steeds geblesseerd, maar ik ga hem erin laten, man. Kuksu gaat eraf. Voor Teixeira, die speelde goed, man. Hij speelde goed de vorige wedstrijd. Een klein paar minuten, maar hij maakte indruk. Bal kwijt, ja. Elamadi die moet er ook af. Ik heb wat meer lenigheid nodig, jongens. Bakuna, sowieso. Bakuna komt erin. Ja, dat zijn 2 wissels nu. Sugawara. Malasia speelt goed. Ik zei het toch. Sinisterra. Meteen weg. Oh god. Kom op. We hebben... Dit is het. Dit is onze kans. Elamadi. Loser! Had ik jullie niet gezegd. Dit is die wedstrijd. Daar is Elamadi. Gaat worden vervangen door Bakuna. Ik denk dat het klaar is voor Losek. Sorry man. Ik denk dat het klaar is. Hij blijft maar aan zijn benen. Wacht even. Oh, Feyenoord. Jullie verdienen dit niet, man. Jullie verdienen sowieso niet om te winnen. De Wit. Oké, kijk. Weg. We hebben... Oké, kom op. Sinisterra, win iets. Ik had het niet anders verwacht, man. Sugawara. Weer. Jongen, echt. Berghuis nu. Oké, dit kan onze kans worden. Losek! Hij doet het gewoon! Met blessure en al! Het is niet normaal dit! Ik heb gewoon geen woorden voor deze aflevering! Hé, hey, ik weet niet wat ik moet zeggen, man. Losek ziet eruit als de nieuwe Kisman. Ik heb het gezegd weer, man. Sorry, man. Maar hij doet het nu echt, hè. Dit is gewoon... Ik weet niet eens hoeveel doelpunten hij nu heeft, man. Hij heeft er al, volgens mij... Vorige wedstrijd had hij de 2, nu 1. Dat is sowieso al 3. Ik stotter er maar niet eens uit. Laat me stotteren. 3 doelpunten in de Eredivisie. En de vorige was natuurlijk de Oranjebeker, dus... De wedstrijd is bijna voorbij.
Berghuis. Van Beek. Van Beek. Tegen zijn oude ploeg. We gaan het wel doen. Ik weet. Ik ga het risico niet nemen, man. Lozic gaat eraf voor Linse. Nu moeten we oppassen. Want dit is wat ze wouden. Jongen. Ik moet de goede man hebben. Wijndal. Jij gaat zo... Oh, nee. Nee, ik zag het al. Bijlo. Ik zag het al. Oh, pijnlijk. Pijnlijk, pijnlijk. Net na ons doelpunt gewoon, hè. Ongelooflijk. Gewoon de gelijkmaker van AZ. We gaan tenminste niet verliezen, maar deze doet pijn. Er is geen buitenspel. Oh, afgelopen. Afgelopen. Maar ja, ik zei het al. Het was zo'n wedstrijd. Ik zei het van tevoren. Dit is zo'n wedstrijd. We hebben misschien nog één kans, maar dan moeten we nu de bal... Malasia, legende. Oh my, het is zo'n wedstrijd, jongens. Laatste kans, we moeten naar voren. Sinisterra. Linse. Het is zo'n wedstrijd, alles gaat fout. Linse, ah man, maakt niet uit. 1-1. Pijnlijk, man, deze is echt pijnlijk. We gaan even kijken naar de feiten van deze wedstrijd. 8 keer geschoten, 5 op doel, 1 doelpunt. AZ, 4 keer geschoten, 3 keer op doel, 1 doelpunt. We hadden 55% balbezit en we hadden moeten winnen, want we hadden gewoon de kansen. Maar dit was zo'n wedstrijd. Dit was zo'n wedstrijd. En meteen na ons doelpunt, weer gewoon meteen een doelpunt geïncasseerd. Het is zo jammer. Maar we gaan even trouwens kijken hoe lang Lozic eruit ligt. Want dat is nu toch wel wat belangrijker. Ja, de Eredivisie winnen gaat er nu worden. Tweede plek gaat lastig worden nu, want ja, we hebben niet eens kunnen winnen van AZ. Einde oefening voor Lozic. Einde oefening. Wat is dit? Ja, oké. Ik ben trots op je. Diemers. Je speelt niet eens, maar ik ben ook trots op jou. Maar Lozic is klaar, man. Dus wat we gaan doen. Linse. Dit is. Ja, Linse is ook wel goed, maar. Ik ben. Echt. Ik ben. Wauw, Lozic is gewoon 2 maanden uit de relatie. Ik heb eventjes gewoon niks te zeggen. We gaan naar de laatste wedstrijd van deze aflevering. Die is trouwens... We gaan naar Europa toe. Deze gaan we moeten simuleren. Maar wacht even. Want misschien moeten we met de tweede... Nee, hoeft niet. We gaan met het eerste elftal. Oh, Lozic. Gewoon geblesseerd. Oh, we winnen wel echt rij, man. Oké. Maar, van Pixvolle was vonden ze eigenlijk. Maakt niet eens uit. Ik ben nog steeds teleurgesteld. Net als Narsing. De laatste wedstrijd van deze aflevering is de wedstrijd tegen Kopenhagen. Laatste 32 van de Europa League. Broskies. Let's go. Hoe ben je van plan de wedstrijd aan te pakken in deze ronde? Aangezien Kopenhagen ongeveer net zo sterk is als Feyenoord. Ja, de bedoeling is dat we gewoon kalm blijven. Weet je wat het is? Veel van deze spelers, van onze spelers, van mijn spelers. Die zijn dit nog niet gewend, weet je. De druk van een Europese wedstrijd. Dus we moeten ervoor zorgen dat we ons kopje erbij houden. Volgende, de Weenstar. Denk je dat er een kans is dat Kopenhagen de wedstrijd kan winnen? Of wat stond er? Maakt niet eens uit. Ja, die mogelijkheid is er toch? Ik bedoel, van dat is een hele simpele. Ja, ik ga er wel vanuit natuurlijk dat wij winnen, maar die mogelijkheid is er. We moeten niet arrogant worden. Hoe gaan wij om met de wisselvallige resultaten? De enige manier om door te gaan is om door de slechte resultaten gewoon te vergeten. Weet je, we moeten die gebruiken als brandstof. Hè? Als energie voor de volgende wedstrijden. Dus, je zult wel zien waar we toe in staat zijn. Let's go! Lozic, Lozic, Lozic. De laatste wedstrijd van deze aflevering is tegen Kopenhagen. En we zijn net onze beste aanvaller toch wel, toch? In zo'n korte periode zoveel doelpunten. Lozic. 2 maanden geblesseerd. En ik ben gebroken door dat, man. Ik weet niet eens waarom, man. Maar het is de eerste keer dat ik me zo voel gewoon. Dat de speler, wanneer de speler gewoon geblesseerd is, dat ik me gewoon zo voel. Maar ja, dit is de laatste 32, man. Europa League. Let's go.
Aan de andere kant ben ik wel blij, want Brian Linsen is een van mijn favoriete spelers in het echt. Dus dit is zijn kans. Even kijken of ik iemand opvallend zie die ik ken. Nee, man. En die centrale verdediger, kijk die naam. Papa Giannopoulos. Ik heb het geprobeerd. 4-4-2. Papa Giannopoulos. En dit zijn de 11 voor Feyenoord. Linse, zoals ik al zei. Dit is jouw kans, man. Ik zei het al, man. Linse in het echt is een van mijn favoriete spelers. Hij heeft gewoon iets extra's, toch? We gaan beginnen. De boer, echt waar. Ja, ik weet niet, man. Of het de boer was of Bizot in disguise. In vermomming, want... Wacht even. Want dit is wel de laatste 32. Ik wil minimaal... kwartfinale bereiken. De eerste kans. Senesi. Yo, bro. Senesi is deze aflevering tot nu toe niks bijzonders gedaan. Niks. Nee, ik drukte. Alsof ik niet zou willen drukken. Sinisterra moet wachten. Ik zie daar een kans. Linse. Aannemen. Schieten. Oh, Linse. Je verpest het. Nee, Linse. Dat was niet wat ik wou zien. Voorzet. Voorzet. Nee, ik ga niet doen. Hij heeft kans door. Bro. Elamadi, oh mijn god, ik begin toch... Elamadi begint een beetje, omdat... Zijn statistieken gaan natuurlijk naar beneden. Geen probleem voor Bijlen, maar Elamadi moet oppassen, man. Elamadi, doe wat je moet doen. En de bal blijft binnen, hè. Ja, kom op, jongens. Ja, ja. Linse weer! En weer de keeper! Wat is er met keepers aan de hand, bro? Kuksu is geblesseerd. Jongens. En doelpunt van Berghuis! Wat een aanval! Maar ik was stil omdat ik zat te denken aan Kuksu. Onze tweede goede speler. Kuksu is de man van de assist. Bro, wat gebeurt er, man? We verliezen gewoon twee goede... Ik hoop dat Kuksu door kan gaan. Wat een doelpunt trouwens van een Berghuis. Ik hoop het wel. We hebben... we gaan even snel kijken. Is het er nog steeds dat... Kuksu... Oh my god. Berghuis, dat is heel goed gedaan. Berghuis. Kom op, Berghuis. Slechte aanname. Gaat niet goed, hoor. Misschien wel. Elamadi! We hebben de bal nog. Bro! Elamadi gaat eraf. Joh. Sorry, man. Bakuna mag nu. Karsdorp moet er eigenlijk af, maar we hebben niemand. Bro. Nee, man. We moeten echt nog één keer scoren. Is het tijd voor Ver om te gaan? Maar Karsdorp moet er eigenlijk wel vanaf, man. Maar we hebben niemand, man. Kan er helemaal niemand daar spelen? Niemand kan daar spelen. Wie heeft de meeste verdedigd? De Guzman, hè? Ja, maar de Guzman is langzaam. We moeten het doen, man. Maar... Oh, het is frustrerend, man. Oh, wacht. Leroy. Nee! We hebben de bal weer. Berghuis draait weg. Berghuis! Oh, Berghuis. My guy. Groen afgelopen trouwens. Lekker, rustig. De laatste wedstrijd van deze aflevering gaan we winnen. Woe! Wat een aanval. Daar gaat de Guzman. Kan hij ook een voorzet geven? Misschien wel! Ik wil een fake shot doen, want ik wil een... Klaar maar. Malaysia, netjes gedaan. Nog één kans, jongens. Geen kans, jongens. Fluit alsjeblieft af, scheids. Scheids! Bro. 2-0. Ik ben blij, jongens. Dit zijn de feiten van de wedstrijd. 66% balbezit. 8 keer geschoten. 6 op doel. 2 doelpunten. Linse viel toch wel tegen. En misschien wordt het tijd voor een paar andere spelers. Om ze meer de kans te geven. Want Elamadi begint nu wel echt een risicofactor te worden. Maar we hebben tenminste gewonnen met 2-0. Ronde 32. Bro. Dit is de nieuwe stand in de Eredivisie. En zoals je ziet... Dit is de traditionele top 3. Jammer dat we wel op plek 3 staan. Dat is jammer, maar Ajax dus op 1 met 62 punten. Op plek 2 PSV met 60. Wij staan op 3 met 55. Het gat naar PSV's 5. Als wij Champions League willen spelen, moeten wij het gat dichten. Dat gaat hem niet worden, man. We hebben ook al punten laten liggen tegen AZ. Anders was het gat 3 punten. Dat is
Jammer. AZ op 4 met 53 punten. Ja, AZ wordt een lastig verhaaltje. Maar dit is de top 4. De topscorer in de Eredivisie is nog steeds Petersen. Met 17 doelpunten voor FC Utrecht. Op 2, Promes. Met 14 doelpunten voor Ajax. En op plek 3, Berghuis. Met 12 doelpunten voor Feyenoord. Berghuis. Doet het goed. De man van de assist is nog steeds Kuksu. Met 12 assists voor Feyenoord. Op plek 2, Klaasie, ex-Feyenoorder. Met 11 assists voor AZ. En op plek 3, Berghuis. Met 10 assists voor Feyenoord. Berghuis is de beste speler in de Eredivisie. Zonder twijfel. Maar goed, broskies, dit is ook meteen het einde van deze aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. Mensen, wat een aflevering weer. Hartstikke bedankt nogmaals. I'm out, ski.